In ieder geval verwacht een pakketje ook, want ik heb een pakketje besteld. Maar wat het is, laat ik zo meteen wel zien. Ik heb mijn pakketje gekregen en die ga ik nu laten zien aan jullie. Die zit hierin. Dat ik vroeger zo'n type was. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En wat ik nu ga doen is even lekker radio aanzetten. Daar ben ik nu mee bezig. Dan moet hij wel aangaan. En even koffie zetten. En een editprogramma klaarzetten om te editen. Neemt hij alvast zijn elastieken mee. Want dan ga ik even bij de koffie mijn haar doen. Maar eerst even kopje pakken. Kan je eten geven? Laten we dat eerst doen. Kan je. En dan mezelf. Hè? Ja. Zo. Hoppakee. En ik dacht gisteren dat er geen bovenproef was. Maar ik zat ineens met te kijken. Is het er wel? Dus ik had gewoon verkeerd gekeken. Kopje even bij. En een lepeltje erbij. Zo. Hoppakee. Een lekker bak koffie, een bakje pleur voor goede humeur, voor geen gezeur. En ik besef nu even dat ik de hele dag wolgordijnen dicht had. Wauw. Maar maakt niet uit. Hoppakee. Bak koffie. Even lekker zetten. Wolgordijnen dicht. Open. Zo. Ik moet nog wakker worden. Dus. En deze maar even aan, want dan kan jullie me beter zien. Zo, klaar. Ook weer gehad. Precies dat koffie kan indrukken. Goeie precies, goede timing. En nu 52. Dus nu lekker wat koffie. Een bakje pleur voor goeie meur, voor geen zeur. Ik moet nog editen, moet ik ook nog doen. Maar dat doe ik altijd meestal. Naar koffie zetten, zo. Koffie klaar. En dan zet ik een melk erin. En dan editen maar. Zo. Koffie en suiker en melk ingedaan. Nu maar even lekker editen. Maar voordat ik dat heen doe. Zet ik eerst op deze uit. Oh. Zo. Zo. Een bak pleur van goeie humeur en dan editen. En vanmiddag denk ik dit allemaal even opruimen. Ja, dat moet ook gebeuren. Zo, en dan zit ik weer na hard werken. Net thuis. Even radiotje maar aan. Oh. Zie ik mijn afstandsbediening toch smijten. Ook handig. Totaal niet. Niet goed voor je afstandsbediening. Maar ja, ik ga even iets in de render stoppen en dan ga ik die was doen. Dus dat gaan we nu zien.
De was is ook lekker gedaan, heerlijk en wel. Nu maar even lekker relaxen achter de computer. Ik hoorde al toen ik bezig was met was dat mijn vlog klaar is. Dus dan ga ik aan de slag en dan even lekker bijkomen. En zien we voor de rest wel wat we gaan doen. In ieder geval, we wachten op een pakketje ook, want ik heb een pakketje besteld. Maar wat het is, laat ik zo meteen wel zien als het pakketje binnen is. Ik heb mijn pakketje gekregen en die ga ik nu laten zien aan jullie. Die zit hierin. En kijk eens, maar ja, maakt niet uit. Ik ga maar even openmaken. Zo. Die gooi ik maar daarbij. Want ik weet wat het is. Sims beroemd! Ja, die heb ik binnengekregen. En of ik die op ga nemen is de tweede vraag. In ieder geval, maar even openmaken. En installeren. Mijn computer. Dat moet ik eerst doen. Volgens mij heb ik dan meer eilanden als ik goed heb. En meer spullen. Wat ik normaal heb. Zo. Ik krijg alleen heel moeilijk open. Maar ja. We gaan blijven proberen. We geven niet op. Zo. Zo. Hoppa. Oké. Dus die opruimt en dan kijken wat er is. Ook geen cd natuurlijk. Wel code. Maar en die ga ik ook invoeren. Dus even kijken alleen waar we moeten invullen eigenlijk. Join play. Is dat hier? Join play. Of niet? Even kijken hoor. Home. Even kijken, waar kan ik mijn... Wat is je nou jongen? Wat zit je nou te mouwen? Alleen even kijken waar ik kan... in kan voeren. Hier. Deze moet ik hebben. Code. En die heb ik hier voor me. Dan ga ik nu invullen. Ik zat even te testen. Zo. Maar even invullen. In. Ja, ik kan niet omdoen, anders ga je stevig. Gaat fout. Dan ben ik hem ook kwijt. Want ik zeg hem dan wel goed natuurlijk. Next. Zo, en als het goed is, zo. En als het goed is, kan ik hem nu spelen. En wat ik ook ga doen, is even lekker broodje maken dadelijk. Want ik heb best wel trek. En ik moet hem downloaden. Dus dat ga ik ook even doen. Nou, zoals jullie hebben gezien, heb ik nieuwe spel en dat heet Sims beroemd. En ik ben wel beroemd op Sims. Maar er wil ik ook iemand eten en dat is Gaia. En tussentijd ben ik alleen maar dat gaan doen. Beetje dingen ontdekken. Ik weet niet, ik vind het zo herkenbaar voor jullie ook. Heb je een spel binnengekregen? Ik was het ook al klein zoals af aan. Had ik het spel. En ik had een verhaal gehoord trouwens van mijn moeder. Dat ik vroeger zo type was. Dat ik, was ik jarig bijvoorbeeld. En kreeg ik cadeautjes. Nou, dat legde ik altijd wel even aan de kant. Was dus niet weg. En zei mijn moeder, tenminste dit heb ik van mijn moeder gehoord. En zei ik, en nou is het mijn momentje. En wat deed ik? Spelen met mijn cadeautjes. Wat ik heb gekregen toen van mijn verjaardag. Nou, dat heb ik ook nu ook. Ik heb dat altijd, heb ik iets gekregen, ga ik gelijk uitproberen. Ik ben altijd te typen. Gelijk uitproberen en kijken, ontdekken. Wat kan er, wat kan er niet. Eigenlijk is wel ook dat ook met FIFA doen, maar dat is niet gelukt. Omdat FIFA eigenlijk helaas 23 bij mij niet doet. Geen flauw idee hoe dat kan. Maar wat ik wil zeggen is, nu maar even Gaia eten geven. Want ik zat er helemaal te trappelen om eten te krijgen. Ik weet niet of jullie herkennen, maar ik heb nu nog steeds met FIFA dat hij gewoon niet doet. Ik baal er wel van. Want ik wil kijken hoe dat allemaal onder elkaar zit. Wat er aan nieuw is, weet je. Dat soort dingen. Maar dat kan ik niet, want hij doet het niet. Maar met Sims doet het wel. Hij deed aan het begin niet helemaal, maar blijkbaar dat ik had moeten installeren. Dus, maar ja, dat is ook weer gelukt.
Opstaan netjes. Dus, niet meer. Kan je eten geven? En dan zo meteen naar de groep toe om daar eten. En ik ben wel benieuwd altijd vaak wat er wordt gegeten. Maandag heb ik met de groep gegeten. Ik heb lasagne op. Zo super lekker. Helemaal vers van de pers. Vind ik altijd leuk om te zeggen. Maar, ja. Dat dus. Nu maar wachten tot ik naar de groep ga om daar te eten. In de tussentijd ga ik nu maar even verder met Sims spelen. Wat ik heel vaak doe. En ik ben benieuwd of ik nou beroemd ben. Ik vraag me alleen af dan eigenlijk, hoe kan ik zien of ik hoeveel volgers ik heb? Dat kan ik voor mijn helemaal totaal niet zien. Ja, ga maar de wc gebruiken als je naar de wc moet. Maar ja, ik ga even verder spelen. En dan heb ik lekker gegeten, kwartier later, 6 uur en dan een kwartier later hebben we zelfs zaten al te eten. En wel lekker heerlijk. Ik weet niet, was zoiets apart trouwens. Was met gebakken aardappelkrieltjes. In ieder geval. Met bloemkool. Met ui, knoflook. Dat weet ik toevallig, heb ik gehoord. Wat was er nog meer? Zo, dat was het denk ik wel een beetje eigenlijk. Wat er allemaal in zat. Maar het was super lekker eigenlijk. Echt nooit wat verwacht. En ik zat bij de groep, zat ik al lekker heerlijk. Ineens buiten te kijken en dan zie je ineens dit lucht. Hoe mooi is dit? En volgens mij is dat kruising van. Ja, ik weet niet. In ieder geval van vliegtuigen, denk ik. Maar ja, even lekker nu lekker relaxen, bijkomen. Laten we dat ook maar even lekker doen. En ik moet morgen alleen twee dingen niet vergeten. Dat is een pistoletbroodje te halen vanmorgen om te eten. En dan eten voor morgenavond. Ik zit alleen. Ik herhaal het gewoon. Dus excuses. Maar ja. Dus wat ik al wil zeggen is. Kijken wat ik ga eten. In de morgenavond. Maar ja. Tussentijd ga ik even lekker water vullen. En ik zat net. Kwam binnen. Echt net lekker klaar. Maar ik kom net binnen aanlopen. Zie ik Gaia op mij in deze stoel zitten. Hij zit zo vaak op deze stoel trouwens. Hè. Echt niet normaal. Maar ja, wat ik ook wil doen is even lekker een fles water vullen. En dan, ja, laten we dat ook maar even doen. Dan heb ik ook even trek in. Lekker koud water. Zo. Dat is gewoon lekker wat er is. Ik drink de laatste tijd zoveel water. En ik zat eigenlijk, er werd er trouwens bij de groep een vraag gesteld door een cliënt. Voor zekerheid geen namen. Wat is nou de gezondste als je thuiskomt na eten doet? Dat is eigenlijk wandelen. Maar ja, ik zit ineens te kijken. Ik ga dit even lekker hier ook aanzetten. Dat ga ik gewoon even lekker doen. Dat vind ik gewoon even een keer leuk. Zo lang geleden trouwens dat ik hier ook heb aangezet. Heel lang geleden. Zo lang geleden dat ik niet eens meer weet wanneer ik het laatst aan heb gestoken. Een stokje zoek altijd in de asbak. Ik ga kijken of het lukt als ik hier neerzet. Dat ik hem aansteek. Zo. Hop. Nee, nou aansteken. Zo doe ik het altijd trouwens. Zo laat ik hem even zo branden. En dan. Heel zachtjes en dan hou ik even in de gaten of die blijft doen. Volgens mij wel. Volgens mij blijft hij nu branden. Nou, dat is dan ook weer gebeurd. Toen toe blijft hij aan. Dus. En dan ga ik even lekker Sims spelen. En dan ga ik net begeleiden. Ik heb heel kort, echt heel kort begeleiden moment gehad. Maar ik ga al klaarmaken om lekker te slapen. Morgen weer een dag, over een kwartiertje zo. 10 uur en ik wil lekker gewoon proberen op tijd te slapen. Eén laatste dag. Nee? Vandaag? Nee, zo. Morgen en vrijdag nog. En dan heb ik lekker weekend alweer. Ja, ik ga nu maar lekker relaxen achter in mijn bed. YouTube kijken. En dan klaarmaken om te slapen. Ik ga hier lekker vlog wel afsluiten. Ik hoop jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso een duimpje omhoog. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat zou tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groen Heel Vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, later.
te laat van een normaal wakker word. Hallo, ja ja. Oh, vergek joh. Maar ik weet niet wat hij van gegeten. Zit ik alles te doen, zie ik ineens dat de camera uit is gevallen.